Howdy, vandaag een let's play van een game waar toch wel redelijk veel om te doen is geweest de afgelopen tijd. Op onder andere social media, Reddit, de online spaces, je kent het allemaal wel. Ik heb het hier natuurlijk over Red Dead Redemption en de eerste Red Dead Redemption, wat nu technisch gezien een sequel is op Red Dead Redemption 2. Allemaal heel verwarrend natuurlijk, maar een hele vette titel. Een game die eerder niet speelbaar was op de PlayStation 4. Dat heeft er simpelweg mee te maken dat de PlayStation 4 is niet backwards compatible met de PlayStation 3. Deze game is alleen uitgekomen op de PlayStation 3 en de Xbox 360. Waardoor PlayStation-eigenaren en Switch-eigenaren, want hij komt nu ook naar de Switch, deze game aan zich voorbij moesten laten gaan. Hij is er nu. Hij is er op de PlayStation 4. Waardoor hij dus technisch gezien ook speelbaar is op de PlayStation 5. Dat is waar we hem vandaag op gaan spelen. Ik heb de controller hier bij de hand. Dus let's go. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Huh. So what were you doing? Trying to give Mr. Williamson a chance, for old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him, long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Hello. You need something? I can order. What? Hello. I'll bring you the new song. Kijk, we zitten hier redelijk op het begin in de game. Ik heb er hier heel even voor gekozen, zodat we de opening cinematic duurt gewoon net te lang. En er is niet zo heel veel te doen. Wat prima is voor het verhaal natuurlijk. Maar voor de let's play werkt dat niet zo heel goed. De video is uiteraard gecaptured in 4K. Want waarom? Wat is een van de nieuwe dingen natuurlijk. Deze game, wanneer je hem op PlayStation 4 Pro speelt. Of op de PlayStation 5 zoals in dit geval. Dan speel je de game in neder 4K. En ja, zoals je misschien wel ziet. Ik laat al even heel langzaam de camera gewoon rondgaan. De game ziet er echt haarscherp uit. En besef dat deze game in 2010 is uitgekomen. 2010, dat is dus 13 jaar geleden. En om heel eerlijk te zijn, destijds was het natuurlijk een visueel spectaculaire, prachtige game. But it still holds up. Oprecht. En tuurlijk, er zijn heel veel dingen zoals player models, zoals je misschien net al wel een beetje zag in de opening cinematics, die er niet zo heel erg mooi uitzien. Maar het landschap, de grote open weidse landschappen, weet je, hier de gebouwen. Het ziet er toch best wel mooi uit voor een game die zo ontzettend oud is. Laten we het gameplay zien. Het is uiteraard een game dus uit de PlayStation 3 Xbox 360 tijdperk. Wat misschien ook weer een beetje gedateerd kan aanvoelen. Dat probleem qua gameplay en hoe het bestuurde, dat had Red Dead Redemption 2 natuurlijk ook al wel een beetje. Althans, daar werd de kritiek een beetje op gericht. Voor de rest is het een masterpiece.
Zeker in het geval van worldbuilding. Volgens mij, als ik me goed herinner, dit is letterlijk het eerste moment dat ik de game opstart. Na de opening cinematic dus, moeten we nu schapen. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Schapen bij elkaar, ziet rapen. Figured it's about time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands around here. Let's see if we can get you back in the saddle. De game runt dus in native 4K. Toch maakt het gebruik van AMD's upscaling feature. FSR. Je kan ervoor kiezen om dat niet te gebruiken. Je kan er ook gewoon FXAA gebruiken. En waarom gebruikt een FSR? Als de game al native in 4K draait. Dat is voor de anti-aliasing. En als je dan de PlayStation versie vergelijkt nu. Deze PlayStation versie vergelijkt met de Xbox Series X versie. De Xbox was natuurlijk al lang backwards compatible. Dat is de reden ook waarom de Xbox geen release heeft gekregen. Dan zie je toch wel dat hier veel minder shimmering is, veel minder kartonrandjes. Het beeld ziet er wat rustiger uit daardoor. Ik zal straks ook heel even het verschil laten zien. Maar deze game. Ik heb deze destijds niet zelf gehad. Ik woonde toen net weer bij mijn ouders, geloof ik. Ik was net terug uit Zuid-Afrika vanuit school. En mijn broertje had deze game gekocht. Want mijn broertje was helemaal into westerns, cowboys, noem het allemaal maar op. En ik vond het altijd zo suf. Ik vond dat zo oenig. Complete ignorance van mijn kant. Maar deze game is de gateway voor mij geweest om westerns en cowboys en al die stuff fucking dope te vinden. En hierna ben ik dus ook echt al die films gaan kijken. En het is geweldig. Bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Belangrijk om te vermelden. Dit is een port, jongens. Geen remaster, waar we natuurlijk een klein beetje op hadden gehoopt. Geen remake, wat natuurlijk de ultieme droom was. Paul built it himself when I was just a little girl. Ik had niks lievers gewild dan een Red Dead Redemption 1. Whoa, zeker omdat het zo'n oude game is. In de engine van Red Dead Redemption 2. De map van Red Dead Redemption 1 zit bijvoorbeeld al in Red Dead Redemption 2. Een aantal models natuurlijk ook. Dus dat leek me de ideale optie. Werd hem helaas niet. Dit is een port van de PlayStation 3 versie op PlayStation 4 voor de PlayStation 5 in HD 4K. Helaas wel met de framerate cap van 30 fps. Ik heb hem gisteren, eerste kwartier, 20 minuten, even gespeeld ook op de tv. Het ziet er nog steeds erg mooi uit. Ook op een 55 inch OLED in HDR. I could use a rest. Sure, come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston. Miss McFarland. Remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Het heeft gelukkig niet shooting mechanics van een oude GTA game. Zoals je misschien in de GTA Trilogy de Definitive Edition hebt gezien. Het is nog wel gewoon met L2 en R2. Waardoor het al gelukkig een stuk beter speelbaar is. Right, follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. I feel a lot happier someone's along with me. Port. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger. Dat er geen nieuwe textures zijn. Geen nieuwe player models. Geen verbetering in de LOD. Wat natuurlijk allemaal jammer is. Maar als je zo kijkt, niet per se het einde van de wereld.
Binnenkort, ik ga de review natuurlijk doen op voor GameKings. God damn it, these rabbits are at it again. Come on, let's get rid of them once and for all. Dus binnenkort kan je de review verwachten bij GameKings. Hey, ik wil hem hitchen. Oh, gewoon dismount. Let's see that rifle. I want a couple of these for the pop. Heb ik hem nou? Die daarachter? Much obliged for the help. Nee. Them rabbits can be wily little critters. Now back up. We should check out the rest of the ring. Gaan nog meer dingen schieten. En de muziek is natuurlijk zo ontzettend sfeervol. Ik weet niet of dit een hot take is, maar wat mij betreft is de Red Dead Redemption franchise het beste wat Rockstar tot nu toe heeft voortgebracht. Let's get going. We've still got plenty of ground to cover. Red Dead Redemption 2 ook. Wat een verhaal. Wat een verhaal. Come echt on, qua script, dialogen. If it's not the rustlers stealing our cattle, top notch. Stealing our crops. En wat een einde. Wat een einde. Maybe you should move to a big city, become a lady of leisure. Look out, coyote! Dit keer speel je uiteraard met John Marston, die ook in Red Dead Redemption 1 zit. Maar daar is het hoofdpersonage Arthur Morgan. Dit is een goede test. Waar moet er nog eentje zijn? Come on. Oh nee! Well, de kip. Ja, yeah, sorry ma'am. Let's go. Het is van $15 naar $16. You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Nah, je zou eens moeten Maybe weten. Bill Williamson did get lucky after all. Bill Williamson zit volgens mij ook in Red Dead Redemption 2. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. Een tijdje geleden dat ik die heb gespeeld. Misschien was je erbij. We speelden hem toen destijds op stream. I sure appreciate that, Miss McFarlane. En het gekke is, de eerste keer dat ik Red Dead Redemption 2 speelde. Oh, hitch hem. Altijd hitchen natuurlijk. De eerste keer dat ik Red Dead Redemption 2 speelde was op de PlayStation. PlayStation 4 Pro. Ik had de PlayStation 4 Pro bundel gekocht destijds. Thank you for your help, Mr. Ik kwam er niet in. Makes me kinda happy. Het zag er fantastisch uit, maar ik kwam er niet in. Good night, Miss McFarlane. En ik weet niet meer per se tot welk chapter ik ben gekomen. Ik kan me voorstellen dat het tot en met chapter 3 was of zo. En op een gegeven moment, die game klikte niet bij mij. En ik weet niet wat het precies nu was. Maar ik heb hem toen opzij gelegd. Destijds kwam, ik denk 2 jaar later, de PC-versie uit. Wat nu dus niet het geval is, waar ik wel echt enorm van baal. De game is echt alleen op PlayStation en Nintendo Switch uitgekomen. Een PC-versie was heel logisch geweest naar mijn mening. Maar toen kwam die uit op de PC. En toen moest ik hem opnieuw spelen, dit keer voor de review van GameKings. En wauw, ik heb hem gespeeld, hij klikte en dat was een fantastische ervaring. Wat ik echt nooit meer ga vergeten. We gaan naar Bonnie McFarlane, jongens. Ik denk, zou dit dan de schapenmissie zijn? Er is nog weinig Outlaw stuff gaande natuurlijk op het begin. En ik weet niet waarom. Ik hoor heel veel mensen bij ons op de redactie zeuren dat ze John Marston niet een vet character vonden. Wellicht omdat het mijn eerste western character is waarmee ik echt... kijk, en ook hier. De wereld reageert wel op je.
de eerste Western character is die echt bij me klikte, maar ik heb heel veel liefde voor John Marston. En zeker ook voor Arthur Morgan hoor, maar John Marston, yeah, hell yeah. Oh, Mr. Marston, how are you doing today? I'm well, Miss McFarlane. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I'll bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. We gaan midden in de nacht racen. Oké. Alright, I'll show you how we ride around these parts. Maar Red Dead Redemption 2 is dus de prequel van hiervan. Op het einde van Red Dead Redemption 2 heb je een epiloog die vrijwel direct overgaat in het besturen van een paard. Dat is toch wel een beetje lastig. Voor mijn gevoel was dat ook in Red Dead Redemption 2. Is een epiloog met John Marston. Die direct overgaat eigenlijk in deze game. On the count of three. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. Nope. You don't know me at all, Mr. Farland. What? Oh, crap. Waar valt hij? Deze gaan we niet halen, denk ik. Ik dacht dat die vuurtjes checkpoints waren. Daar moet je niet overheen dus. Makes sense. Oké. Je moet niet te hard gaan met het paard. I hate to take money from a lady, maar dat lijkt ook niet echt te gaan gebeuren. Oh, dit is gênant. Dit is gênant. Dit is al lang thuis. Ik weet nog wel, dat Red Dead Redemption 2 was zo mooi. En ook zo groot. Ze zit vast bij de brug. Wat een geluk. Wat ik zei, het is een PlayStation 3 game. Dus het komt met alle bugs en glitches van een open wereld Rockstar PlayStation 3 game. Wat misschien net ons geluk is. Maar dit zijn dus wel dingen om rekening mee te houden. Voor mij, ik heb Red Dead Redemption 1 nooit uitgespeeld. Dus ik wachtte altijd al stiekem op de remaster of de remake. Zullen het hiermee moeten doen. Maar ik ga me uiteindelijk wel uitspelen. Oh, ze zit gewoon vast bij de brug. Geweldig. Mazzel moet je hebben. Mag
eerst de hele tijd dat het paard gek werd van het vuur. I don't hate taking money from a lady. Deze missie laat wel goed het landschap zien in de buurt van Armadillo. Dit is een appeltje ijzer. Het is niet helemaal zonder verbetering. Ik zei al eerder, FSR2 is eraan toegevoegd. En er zijn ook verbeteringen qua schaduwen toegevoegd. De schaduwen zijn veel scherper. Dat is aan jou of je dat een verbetering vindt, ja of nee. Want soms voelt het een beetje uit de toon, maar... Ik vind het wel oké. Check zeker Digital Foundry voor de verschillen tussen de Xbox Series X versie en deze. Dan zul je zien wat ik bedoel. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Easy pickings. Easy pickings. Kijk. Ik zal nog heel even het verschil laten zien. Ik denk dat we bijna bij het einde zijn aangekomen van deze video. Een kleine blik op Red Dead Redemption. De port voor PlayStation. Nintendo Switch versie komt ook. Daar probeer ik ook nog wel heel even een code voor te regelen. Zodat iemand bij Game Kings die ook heel even onder de loep kan nemen. Ik laat nog heel even FXAA zien. Nog een ander dingetje trouwens. Hier zie je de menus zijn hier haarscherp. Maar heel veel UI elementen uit de originele game. Die hier ook nog steeds in zitten. Die zijn nog steeds in 720p. En dat voelt een beetje rough hoor. It is what it is. FXAA, FSR2. Dat zijn de twee keuzes die je hebt voor anti-aliasing. Ik zal nu heel even FXAA laten zien. En zo ziet het hieruit. Het is niet een groot verschil, want wat ik al zei. FSR zorgt niet voor upscaling in dit geval. De game is al een native 4K. Maar... zorgt puur voor wat wat mooiere randjes, minder aliasing, minder kartonrandjes. En het zorgt voor een wat rustiger beeld. Ik zal nog heel even FSR2 aanzetten. Het is gewoon net wat meer smooth, zoals je kunt zien. Dit is mijn preferred way to play. En ik moet zeggen, ondanks de initiële teleurstelling over wat deze game niet is, ga ik hem absoluut wel spelen. En moet ik toch ook eerlijk bekennen, het ziet er nog steeds best wel mooi uit. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze video, jongens. Red Dead Redemption voor de PlayStation. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. En laat vooral in de comments weten wat jullie ervan vinden. Ga je hem halen? Ga je hem niet halen? Vind je het een disgrace? Ik weet, veel mensen zijn boos. Andere mensen zijn weer blij dat hij er is natuurlijk. Voor iedereen is er wel wat. Ik hoop vooral dat de game uiteindelijk toch wel goed gaat verkopen. Want Red Dead Redemption. Ik heb die franchise liever dan Grand Theft Auto. Maar we weten allemaal, Grand Theft Auto is de grote moneymaker voor Take-Two en Rockstar Games. Maar laten we alsjeblieft hopen dat we over een paar jaar... een Red Dead Redemption 3 mogen verwachten. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer, jongens. Ciao.